Magistrale historisch roman. Het verhaal speelt zich af in het einde van de middeleeuwen, pak een beetje einde 14e, begin 15e eeuw en vertelt het verhaal van Isidorus van Rillington. En Isidorus van Rillington heeft een hele bijzondere gave. Die heeft namelijk de gave om alles wat hij leest en alles wat hij ziet en meemaakt, dat hij dat opslaat in zijn geheugen en dat ook weer kan oproepen. En met dat machtsmiddel, zeg maar kennis is macht, machtsmiddel in zijn hoofd, reist hij de hele bekende wereld af. Van Engeland naar Parijs, naar Florence, via de resten van het Mongoolse Rijk, helemaal tot aan China en terug om uiteindelijk te belanden in het Zuid-Duitse plaatsje Constance, waar in 1415 een gigantische conferentie, een concilie plaatsvindt, het concilie van Constance, waar op dat moment de crème de la crème van de westerse wereld samen is om het christendom te redden van de ondergang. Dames en heren, mag ik een applaus voor Umberto Eco van de Lage Landen, Jan van Aken. Jan, de ondergang, ik heb net een beetje kort even geïntroduceerd en ik hoor nu al mensen denken, goh, dat boek is wel dik. Ja, klopt dat? Ja, sommigen denken dat klopt. Maar begin je altijd met het idee van, ik ga nu een dik boek schrijven? Nee. het is juist met dit boek totaal fout gegaan. Wat ging mis? Ik had dit idee al heel lang geleden over dat geheugen en ik wilde daar een kort verhaal van maken. En dat was al rond 92. En ik heb altijd een heleboel projecten, ideeën schrijf ik op. Ik geloof dat ik na mijn tweede boek, toen vroeg mijn toenmalige redactrice, wat heb je nog meer voor plannen? En, nou, heb ik dit onder andere, dat heette toen Tullius Tweede Rhetorica, dat was de werktitel. Nou, dat vond ze niet zo'n goed idee. Ik zei dat het is een kort verhaal, maar ik zou het wel tot een novelle kunnen fabriceren. Maar er waren andere ideeën en die waren dan beter. Tenminste, dat dacht zij. En ik heb dat altijd, het idee altijd een beetje mee blijven spelen. En iets meer dan 2 jaar geleden, toen was ik eigenlijk met een ander boek bezig. En toen zei zij, inmiddels de directeur van Querido, dus, ze vroeg of ik niet iets had wat ik eerder klaar kon hebben dan het project waarmee ik bezig was. Dus ik dacht, hey, ik heb nog iets in de kast liggen. Ik zei, ik heb nog een klein boekje, een novelle, en dat zou ik wel voor het einde van het jaar, dat was 2016, kunnen af hebben. En toen ben ik als een razende, toen zei ze, doe dat dan maar, laat dat andere even liggen. En nou, ik ben als een razende gaan schrijven en toen, toen ging alles fout. Fout in de goede zin is woord dan? Ja, maar ook in mijn leven ging van alles. Oh, dat is allerlei, in de goede zin. Toen ben ik gewoon blijven doorschrijven en het werd steeds dikker. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik niet op het einde van dit jaar, maar op het einde van volgend jaar. Dan heb ik het helaas niet gehaald. En ik ben gewoon heel hard door blijven schrijven. En ik had hem in minder dan 2 jaar af, tot mijn grote verbazing. Want het boek daarvoor had ik dus 23 jaar over gedaan. Nou, ik werk dus altijd met verschillende projecten tegelijk. En ik leg dingen vaak heel lang weg. En ik, tegen mijn gewoonte in, heb ik dit gewoon niet weggelegd, maar tot het einde geschreven en daarna gewoon naar de uitgever geschreven. En de rest is bij de geschiedenis. Waarbij ik dus dacht, toen het een succes werd, van ja, misschien moet ik niet zo perfectionistisch zijn. Nee, als ik eenmaal, ik heb altijd heel lang nodig om mezelf tot een soort superconcentratie op te werken. En als ik dat eenmaal heb, dan kan ik heel lang heel hard doorschrijven. Maar ik kan er ook uitvallen door een of andere ramp of zo, dat weet je nooit. Dan kan het 6 jaar duren tussendoor. Okay. Dat is nu niet gebeurd. Nee, maar dit is namelijk, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt dat je hier doorschrijft van dit. Die Isidorus van Rillington, en we gaan niet het hele plot vertellen, maar ik kan het een beetje vertellen. Die komt in het ene avontuur en het andere avontuur. Dus je kunt in principe, het zou nog dubbel zo dik kunnen zijn in principe. Maar goed, dat is gekund. Ja. Had gekund, maar dat is er niet. Het is dik genoeg voor sommige mensen. Nou, ik heb weinig boeken trouwens waar ik me echt op verheug om lekker op de bank te gaan liggen en de hele zondagmiddag, oh heerlijk, ik ga lekker
binge lezen, heet dat op zo'n mooi Nederlands. Ja. De omgang. Waar verwijst de titel naar? De omgang. Omgang gaat over het geheugensysteem dat hij leert. Hij leert als jongetje een geheugensysteem dat in de middeleeuwen veel gebruikt werd. En hij maakt dat tot een soort dagelijkse routine. Je visualiseert eigenlijk aan de hand van gebouwen die je in je hoofd bouwt, waar je allemaal zaken in stopt die je moet onthouden. En dat is gebaseerd op een boek uit de oudheid. Ja, van Tullius Cicero. Daarom zou het boek eerst Tullius Tweede Rhetorica heten. Het was ook niet echt van Cicero, maar dat weten we nu. Dat wisten ze toen niet. Dat werd ook Cicero toegeschreven. Ja. Maar een boek dus, waardoor je dus alles wat je kunt lezen. Eigenlijk was het een onderdeel van een rhetorica boek. Ja. Gewoon een hoofdstuk eigenlijk. En dat heet Ad Herennium. En dat heb ik ooit gelezen. Toen kreeg ik dat idee. Maar hoe werkt dat dan precies? Nou, kijk, je probeert je bij dingen, zaken die je uit je hoofd moet leren, je visualiseert ze en je maakt een locatie, een huis, een kerk, een gebouw, een klooster of een hele reeks gebouwen en daar plaats je die beelden. En je maakt eigenlijk dramatische beelden van die je goed kunt onthouden van de dingen die je moet onthouden. Ik heb zelf destijds toen ik deed een blok middeleeuwse geschiedenis, middeleeuwse cultuur. En ik heb dat toen ook meteen ingezet, omdat ik heb nog steeds die beelden. Daar heb je bijvoorbeeld Raoul Glaber, die schreef over het jaar 1000. Daar heb ik ook een boek over gezet, maar goed. Die Raoul Glaber die had een ontmoeting met de duivel. En ja, daar maak je dus een mooie dramatische voorstelling van. Een plaatje en dat zet je dan gewoon, dat hang je dan gewoon op in een galerij waar iedere ruimte verder is weer een andere filosoof of schrijver, weet je wel, zoiets. Ik ben heel slecht in namen. Dus ik zie iemand en denk, oh, heet hij nou? En dan zegt Ewout, mijn vriend zegt, Bart, dan moet je iets bij bedenken. Niet dat ik dan kamers inkleed en dergelijke. Kijk, als je dat doet, dan maak je het heel systematisch. Okay. Hè? En het is ook natuurlijk, het gebeurt ook in een cultuur waar mensen niet voortdurend de hele dag met een vloed aan beelden werden bestookt. Ja, ja. Waarschijnlijk waren in de tijd van Cicero en later in de middeleeuwen, er waren helemaal niet zoveel gebouwen. Mensen woonden gewoon in hutjes. En ja, ja. Als je echt een klooster maakte met pilaren en nissen, daar kun je dingen in neerzetten. Dus een kathedraal of zo. En wat hij doet, hij maakt dus een hele stadswijk, dat breidt zich steeds verder uit. En elke dag loopt hij, als hij aan het wandelen is, dan loopt hij ook in gedachten zijn omgang na. Dat is echt zijn omgang. Zijn rituele rondgang door zijn kennis. En daardoor onthoudt hij repeteert ook steeds alles. Hè. Maar uiteindelijk is hij dus weken bezig om zijn hele rondje weer te maken. Dat wordt steeds groter. Ja, en ook meer in zo'n obsessie. Wat fascineert jou daaraan? Hij vlucht weg. Ja, vlucht. De werkelijkheid. En als hij op een dag denkt, de echte werkelijkheid, nou ja, dat moet daar niet op vooruit komen. Ja, het is iets wat steeds terugkomt. Ik was vroeger met virtual reality bezig toen dat begon in het begin jaren 90 als een soort hype. Alleen alle nerds dachten van nu gaat het komen en toen duurde het nog 25 jaar. Nu begint het dus echt te komen, maar dat is destijds helemaal niet gebeurd. Een paar saaie bureausystemen die bleken de dominantie op de markt te hebben, waardoor de echte leuke computers verdwenen. Ik was toen veel bezig met science fiction en zo. En aan de hand daarvan ben ik gaan nadenken over andere werkelijkheden. Over artificiële werkelijkheden. Nou, je hebt in de Gnosis heb je de demiurge. Dat is de valse god die een valse werkelijkheid creëert. Dat heb je in de Indiase godsdienst, de sluier van Maya. Je komt het overal tegen eigenlijk. En wat fascineert je daaraan? Nou, kijk, ik heb een boek geschreven over Amsterdam in de jaren 80. Dat heb ik ook als een soort historische roman met hele onbetrouwbare vertellers heb ik dat gebracht. Waarin ook iedereen eigenlijk in zijn eigen werkelijkheid leeft. Het gaat over een jongen die teruggaat, hij is verslaafd geweest. Hij noemt de stad is het fluwele labyrinth. Dat is de realiteit waarin alles zacht is en mooi. En als hij dus stoned is, als hij heroïne gebruikt. Op een dag stopt hij daarmee en
Er stond pas een artikel van Oscar van Gelder in de krant, waarin hij het had over als je afkikt dat je plotseling in de kille TL-lampen van de werkelijkheid staat. Nou, dat is wat de jongen dus overkomt. En hij gaat dan terug na een jaar de stad in om zijn vriendin te zoeken. Maar eigenlijk weet hij wel dat hij haar niet zal tegenkomen. Omdat zij gewoon in een andere wereld, in een ander parallel universum leeft. En hij weet ook dat als hij er tegenkomt, zal hij het niet eens herkennen. En over de werkelijkheid en de thematiek, maar het is ook een historisch roman. En dit speelt zich af in pak een beet 1400. Waarom juist deze tijd? Ja, ik weet eigenlijk achteraf, het zit er vaak zoveel tijd tussen het idee en de uitwerking, dat ik het eigenlijk niet meer zo goed weet. Maar je bent er wel. Maar ik heb wel al heel lang, ik heb een hele goede vriend in Griekenland al meer dan 30 jaar. Ik ben toevallig net bij hem op bezoek geweest. Ik had hem eigenlijk al sinds 2005 niet meer gezien. Dus was wel weer nodig. Maar dat is een theoloog. En wij praten. Hij wil altijd over godsdienst praten. En theologie en katholicisme en orthodoxie. En ik ging vroeger altijd maar een beetje zo lachend in mee. Maar ben je ook christelijk opgevoed of dergelijke? Ja, ik ben wel katholiek opgevoed. Oh, ik heb op scholen gezeten, was behoorlijk heftig. Ik heb ook op een protestantse school gezeten als kind, maar ook op een katholieke. En, dus je wel een beetje basiskennis? Nogal... Ja. En ik kreeg daardoor wel interesse erin. Die vriend van mij die heeft het altijd over allerlei ketterijen uit de 10e eeuw en uit de 12e eeuw. En over, nou ja... Dat zijn allemaal obsessies. En daar ben ik dus, heb ik dus heel veel heel veel blijft hangen. En ik ben erover gaan lezen. En ik vind dat eigenlijk ook wel interessant. En ook altijd om hem wat tegengas te geven natuurlijk. En ik ben natuurlijk geïnteresseerd in geschiedenis. Op zichzelf wat je zegt. Ik had allemaal oude lesmethodes vroeger. Die kon je kopen. Hè, voor een dubbeltje achter in de klas. Daar stapels de oude. Ik heb altijd het idee gehad dat wij op Aruba de oude rommel kregen die ze in Nederland niet meer wilden. Dus we hadden een hoop oude rommel daar. Ja, maar goed, maar ja, de middeleeuwen, okay, je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld pak beter de 17e, 18e eeuw. Maar toch hebben we gekozen dan voor boeken die echt specifiek afspeelt. Tussen het einde van de pesttijd, zeg maar 1380, 1390, tot pak een beetje 1415. Je hebt heel specifiek voor die... Ja, ik heb ook een boek dat speelt in de 17e eeuw en ook in dat in de 18e speelt. Maar die moet ik allebei nog schrijven afmaken. Ja, maar die heb je gemist. Dat zijn de projecten, een paar projecten die nog liggen. Maar ze hebben zelfs al een naam en zelfs al 10.000 woorden of zo. Dus, okay. Alleen, ik heb zoveel projecten dat ik begin wel nu te denken dat ik toch beter dingen achter elkaar kan gaan afwerken. Okay. Dus, want, nou ja. Maar goed, first things first. Maar nu de tijd... Ketterijen noemde je al op. Ja, maar ketterijen zijn er altijd. Ja, ik wou zeggen. Dat is die specifieke die tijd. Maar was... laat ik zo zeggen. Ik ga je misschien een beetje helpen. Want toen ik het las. En ik ben zelf historicus. Wat ik zo mooi vond. Is dat ik een wereld las. Die ik totaal niet kende. Bijvoorbeeld Timur Lenk. Ik had nog nooit van die goede man gehoord. Maar hij blijkt, achteraf, nu een van de grootste moorddadige krijgsheren ever te zijn. En veroveraars. Veroveraar ever te zijn geweest. Kun je iets vertellen wie hij was? Want hij heeft echt bestaan, dus die man. Ja. Hij was hij was geen Mongoolse khan, want dat mocht hij niet dragen, die titel. Dus dat heeft hij nooit gedaan. Maar hij komt wel uit die streken, uit die... Hij is een eeuw na Genghis Khan. Ja. En hij was eigenlijk een geitendief. Hij is als jonge man gewond geraakt aan zijn been. En daarom noemden ze hem Timur Lenk. Dat betekent kreupele Timur. En hij moet een hele slimme man zijn geweest. Want hij sprak een aantal talen. Persisch, Arabisch, Turks. De oude Turken, vorm van Turks, sprak het allemaal vloeiend. En hij... veroverde steeds meer, wist steeds meer macht te verwerven. Uiteindelijk hij heeft Georgië veroverd, hij heeft Egypte verslagen, Syrië, heel Turkije, wat nu Turkije is, tot aan de kust, zeg maar. Dus, hij heeft India, gedeelte van India veroverd.
En uiteindelijk is hij al op hoge leeftijd, voor die tijd dan, is hij op weg naar China is hij gestorven. Maar als hij een veldtocht plande, dan werd al jaren van tevoren werden er mensen geplaatst om landbouwproducten te maken en op te slaan, zodat hij daar over een paar jaar met zijn leger langs zou komen. En dan alles werd echt uitvoerig gepland. En het was echt een hele, ja, een hele kundige krijgsman. Maar het was ook een bruut. Naar men zegt, de historici, heeft hij 1 miljoen mensen op één dag laten vermoorden voor de poorten van Delhi. Dat waren krijgsgevangenen, mannen, vrouwen, kinderen. En iedereen moest minimaal 10 hoofden afhakken en die komen brengen en zo. Dat soort piramide van de hoofden. Overal werden de hoofden in piramide opgestapeld. En liet hij als monumenten liet hij dat achter overal waar hij kwam. En hoe is hij in jouw verhaal terecht gekomen? Nou, ik wilde dat mijn held naar het einde van de wereld liep. En dan, ja, onvermijdelijk liep hij dan langs, kwam hij langs Timor-Lenk. Het is ook een interessante periode. Dus hij zit in Trebizonde, dat is nu Trabzon in Turkije. Dat was toen een klein, heel klein keizerrijkje. En het was een hele duistere tijd waar de ene stad na de andere viel. En die enorme macht die kwam eraan en niemand kon... Zelfs de Turken, die toen al behoorlijk grootmachtig volk, verschillende volken waren, die werden helemaal weggedreven. Uiteindelijk hebben de Genuese en Venetiaanse schepen tegen betaling de vluchtende Ottomanen naar het Europese gedeelte van Turkije, de toenmalige Turkije, moeten brengen en zo. Het is gewoon een interessante periode. Hij wil maar één ding, dat is echt bouwen. Echt bouwen, en dat gaat hij ook doen, hè? En er zijn bepaalde redenen in het boek dat ik hem bij verschillende gebouwen laat komen en laat meehelpen, meewerken of meedenken daarover. En dat is, hij is trouwens die Timur-Lenk, dat is de held van de grote nationale held van Oezbekistan. Ja. Maar inderdaad, deze moskee, die moet hij gaan bouwen. Bibi Ghanoum. Ja, het is nu een ruïne en dat zeg ik misschien genoeg. Ik kan nog een ander historisch aspect met jou gaan behandelen. En het is waar het boek ook eindigt. Het verhaal eindigt. Hij komt in 1415 of 1416 komt hij aan in Constans. Een Zuid-Duitse stad aan de Bodensee. Waar op dat moment de grootte der aarde Van de kerk en de wereldlijke leiders zich bevinden. En er is een prachtige animatie van gemaakt van hoe Constans destijds uitzag. Daar gaan we nu naar kijken. En kun jij dan ondertussen vertellen wat daar nou precies gebeurde in die stad? Dit is trouwens de... Ja, waar hij terecht komt. Ja, hij, kijk, wat mij, een van de zaken die mij interesseerde over Constans was dat... En dat heeft ook te maken met de werkelijkheid en schijn. En ik heb ooit, las ik dat toen iedereen die wat voorstelde, alle machtigen naar Constans gingen. En dat zijn alle machtigen uit de geestelijke en uit de wereldlijke sfeer. Dat alle prostituees van Europa ook erheen gingen. Daar ook heen gingen. Als, van alle kanten kwamen ze als mieren op de honing. De honing af. Want daar zat het geld. Hè? En ze hebben tegenwoordig ook als een soort vrijheidsbeeld staat in de haven een immens standbeeld van een prostituee uit een verhaal van Honoré de Balzac. En dat speelt ook daar in Constans. En die heb ik ook in dit boek laten optreden. Ook Honoré zelf trouwens. Maar dat is een concilie. Het is een kerkvergadering. Er waren op dat moment 3 pauzen. Dus eerst 70 jaar lang zijn er 2 pauzen geweest. Op een gegeven moment zelfs 3 pauzen. Pogingen om weer tot 1 pauze te komen, die mislukte voortdurend. En ja, de hele christenheid was eigenlijk in rep en roer. En eigenlijk iedereen dacht ook steeds dat alle rampen die ons in Europa overkwamen, dat daardoor kwam. Hè. Dat was mogelijk een van de oorzaken dat God boos was of iets dergelijks. En er was een machtige koning die was al gekozen om keizer van het Heilige Roomse Rijk te worden, maar hij wilde gekroond worden dan door een paus. Maar ja, welke paus dan? Welke paus? Je wilt natuurlijk altijd 1 paus, zodat achteraf niet iemand jouw keizerschap kan bestrijden. Dus
En daarnaast waren er allerlei ketterijen die steeds heftiger werden. Dat was ook al een hele tijd aan de gang. En daar moesten ook een paar ketters eigenlijk worden terechtgewezen. Dat is heel beeldend beschreven in jouw boek. Dat hij komt eraan met nieuwe inzichten. Want hij ontdekt dat hij met de kennis die hij in zijn hoofd heeft, dat hij daar heel veel mee kan doen. En met die gaven, met die kennis, dan gaat hij naar Constans toe. En wat wil hij bereiken? De wereldmacht? Ja, hij wil eigenlijk alleen maar bouwen. En hij kijk, zijn ambities worden voortdurend tegengewerkt door de wereld. Hij zit niet in een gilde, hij kan niet zo, je kunt niet zomaar een kathedraal gaan bouwen in de middeleeuwen. Dus, hij doet het enige wat hij dan wel kan, gewoon met zijn kennis. Hij gaat studeren, hij wordt dokter. En een dokter verdiende heel veel in die tijd. Als je in Italië had gestudeerd, wat doet hij? Dan verdiende je meer dan een bisschop. Uiteindelijk kon hij ook gewoon een bisschopstitel kopen, hè, als je geld had. Dus hij wil gewoon geld en macht. Dat gaat steeds fout. Hij gaat helemaal naar Azië en komt weer terug. En uiteindelijk ziet hij ziet steeds een kans. En uiteindelijk ziet hij nu zijn grote kans. Want als alle machtigen der aarde bij elkaar zijn en je hebt zelf bepaalde talenten, gaven, en dan dat is zijn bedoeling. Maar uiteindelijk is zijn bedoeling toch weer om steeds te bouwen. Alleen uiteindelijk kan hij gewoon, hij kan heel Europa gaan ombouwen en hij kan de hele christenheid gaan herconstrueren. En hij wil eigenlijk een nieuw Rome bouwen en alles. Ja, plat gooien, de oude stad en een nieuwe kerk gaan bouwen. Nou, hij wil dat eigenlijk met Constans gaan doen. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja, precies. Een nieuw Constantinopel of zo gaan maken. En wat kunnen we leren van Isidorus? Ja. Hoogmoed komt voor de val? Ja. Blijf het doen. Dat kan, ja. Ja. Nee, als je het zo in een uitdrukking samenvat, ja, dat kan. Dat kan natuurlijk, ja. Dat zou kunnen. Allerlaatste puntje. En al jouw vrouwen in je boek zijn prostituees, zijn hoeren. Bij alle vrouwen. Is dat is dat een overhitte jongensfantasie? Dat heb je uit de recensie. Exact. Dat heet research. Ja. Nee, kijk. Isidor die is meer geïnteresseerd in fictie, in fantasieën. Hè? En dat komt voortdurend terug in zijn relatie met vrouwen. Hij is bang voor vrouwen. Hij ziet zelfs pas de eerste vrouw die hij ziet in zijn leven, dan is hij 15, want hij groeit op in een klooster. Hè? En dan brengt een van de broeders hem naar zo'n marktstadje. En daar dan wordt hij door een marketenster, een marktvrouw. Er zit een hoertje op een wagen. Nou, en dat is dan zijn eerste sekservaring, is al met een hoer. Maar hij heeft eigenlijk altijd de moeite met vrouwen. En als hij verliefd wordt, dan wordt hij verliefd op een onbereikbare vrouw. Maar als hij vervolgens een vrouw echt krijgt, een hele leuke vrouw, dan is hij vooral geneigd om weg te vluchten, om haar van zich af te stoten. En prostituees, die bieden natuurlijk een soort ultieme fantasie. En dat makkelijker ook natuurlijk. Ja, kijk, hij en ze geven zich niet gratis aan hem, maar bij die eerste betaalt hij. En pas in Constans komt hij echt met prostituees in aanraking. En dat is een groepje die in de kroeg hangen. Maar die hele stad is dus vergeven van de prostituees. Als je de tijdgenoten, de ooggetuigen leest, dat ze zelfs in grote regentonnen had iemand wel een klein peeskamertje of zo, weet je wel? Dat was echt een leeg wijnvat of zo. Dus dat die stad was vergeven van de hoeren. En je kunt je ook afvragen dat die vrouw waar ik medium in Constant is, of dat wel een hoer is. Hè? Nergens komt uit dat zij een hoer is. Dat is waar. Zij hangt rond met een stelletje prostituees uit Bohemen, dat is huidige Tsjechië. Maar er staat nergens dat zij een hoer is. Hij denkt dat steeds. Ja. Ik denk het ook niet trouwens. En dat is in een ander boek van mij, Het Fluwelen Labyrinth, is dat dus ook zo. Ook recensenten die schreven van heroïnehoertje en dit en dat. Maar dat is helemaal niet zo. Het is alleen maar, hij is voortdurend in zijn fantasie, denkt hij dat meisje steeds verder ten onder gaat in het jaar dat hij haar niet ziet. Maar in
tussen de regels door, het is een onbetrouwbare verteller, tussen de regels door zie je dat dat meisje juist een juppie wordt. Het andere kant van de jaren 80, die wordt gewoon succesvol, die wordt ondernemer en zo. Maar die jongen die ziet dat niet, die ziet alleen maar wat hij wil zien. Dus ja. En ze hebben het geld ook voor Isidore. Ja. Ik vond het echt een fantastisch boek en ik hoop dat heel veel mensen hem gaan aanschaffen. En Marieke, en ik wil je ook bedanken voor je komst, Jan. En ik hoop echt dat als er een boek weer verschijnt over de 17e, 18e, 19e eeuw, wil ik net dat je nog een keer dan weer gast bent. En meneer Jan van Aken. Een snop. Ik ben een snop. Het is mijn gevecht. Het is mijn stroom. Het is een dagelijkse strijd. En altijd wint de ijdelheid. Want als ik uitga met Marij, kijkt iedereen alleen naar mij. Een snol, op en top snol. En van liefde spreek ik pas boedelnaakt in het gras. In het weekend gaan wij liefst op zaterdag naar zo'n snoppartij. Met buitensporig snoppig gedrag. De kook komt dan door, daar passen we voor. Maar niet voor die boucher op zo'n lepeltje. Dat gaat er wel aan, dan aan mijn huis aan het strand. Enkel glas maar verwarmd, daar show ik mijn diamant. Daar worden ze nog veel heter van. En door naar de tv, ik kon er niets mee, dus ik heb hem gekeerd. Hij is zo mooi van de achterkant. Een snop. Het is een hel. Mijn naam is Roderick, by the way. Maar ze noemen me Bob. Ik rij al paard voor dag en dauw. Omdat ik van die mestgeur hou. En zo tref ik menig baron. Met naam die klinken als een baritone. En mijn vrienden vinden het fijn om net als ik snop te zijn. Een zacht zijde blouse, een half hoge hak aan mijn handmade shoes en even de rottige tijste pak. Een ring aan mijn teen met een edelsteen, mijn nagels gelakt en een hermetje dat erbij past. En op naar de cinema, naar Bergman, etc. En door naar het café voor minimaal één whisky of twee. Een leverprobleem, dat is mij te opzeen. Ik zweer bij die sfeer in mijn maag. Over zo'n maas waar ik zo graag. Details, zoals je ziet, je bent een snop of je bent het niet. Een snop, meer nog dan een minuut geleden. En ga ik er ooit aan onderdoor, graaf me dan in